Slaap. Een belangrijk ding voor veel mensen natuurlijk. Als je goed slaapt, ben je goed uitgerust en heb je maximale focus. Maar veel mensen hebben moeite met in slaap te komen of in slaap te blijven. En daardoor hebben ze dus een slechte slaap. Nou, hoe kan je dit gaan verbeteren? Veel gehoorde dingen zijn onder andere: vermijd cafeïne 's avonds, probeer niet te laat cafeïne nog te drinken. Ga op tijd naar bed. Vermijd schermgebruik 's avonds. Allemaal zeer belangrijke dingen uiteraard. Maar daarnaast wil ik ook een paar andere tips doornemen om te kijken of je daarbij kan gaan helpen. Probeer onder andere goed te letten op een goede slaaproutine. Probeer dus op een vast tijdstip naar bed te gaan en ook op een vast tijdstip weer op te gaan staan. Zo gaat je lichaam hieraan wennen en gaat hij die processen ook sneller in werking zetten zodra je rond dat tijdstip eigenlijk wil gaan slapen. Nou, dat wil je eigenlijk doen van maandag tot en met zondag. Dus niet alleen van maandag tot en met vrijdag, maar we de hele week proberen vast te houden. Dus een vast tijdstip naar bed en een vast tijdstip om op te staan. Nou, hoe laat zou je dan ongeveer naar bed moeten gaan? Tussen 9 en 11 is eigenlijk de grootste productie van het hormoon melatonine plaats. Dit hormoon zorgt er eigenlijk voor dat je slaperig begint te worden en dat de slaapprocessen in werking worden gezet. Dus probeer te richten op een tijd tussen 9 en 11. Nou, als het goed is, zou je lichaam dan weer natuurlijk cortisol moeten gaan aanmaken op een tijd tussen 6 en 8 uur 's ochtends. Dus dan zou je op een natuurlijke manier weer wakker moeten worden. Probeer dan eventueel ook gebruik te maken van bijvoorbeeld een wake-up light die je op die manier wat natuurlijker wakker kan gaan maken. En als volgende moet je ook opletten op alcohol. Alcohol geeft misschien bij sommige mensen een beetje een roesje en kan ervoor zorgen dat het voelt dat je makkelijker in slaap begint te vallen. Dit kan inderdaad het geval zijn, alleen alcohol zorgt er onder andere voor dat je minder goed in de remslaap kan komen. En de remslaap is eigenlijk de slaap die ervoor zorgt dat je herstelproces begint te werken in je lichaam. Kortom, probeer alcohol 's avonds te vermijden en het liefst eigenlijk alcohol in het algemeen natuurlijk te vermijden. Als laatste tip, probeer je slaapkamer eigenlijk elektronica vrij te houden. Dus probeer geen apparaten zoals bijvoorbeeld een mobiele telefoon op je nachtkastje naast je te leggen. Is dat wel het geval, probeer dan eventueel de vliegtuigstand aan te zetten, zodat ook de slaap kan gaan verbeteren. Dus probeer eigenlijk een elektronica-vrije slaapkamer te hebben, zodat je daar ook geen afleiding van hebt en geen interventies eigenlijk daarin hebt in je slaap. Dus dat zijn drie handige tips om je slaap te gaan verbeteren. Probeer die ook op te gaan pakken en ik ben benieuwd hoe het bij jou gaat. Dus tip 1 was eigenlijk zorg voor een goede slaaproutine. Tip 2 is probeer alcohol te vermijden. En tip 3, vermijd elektronische apparaten in de slaapkamer. Succes en slaap lekker!